De wachtruimte van perron 10-11 van Arnhem Centraal is van 27 juli tot en met 20 augustus omgetoverd tot een mini-museum. Het publiek kan ontdekken wat de verborgen schatten zijn van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde. Hier in Arnhem, in het museum van muzikant Kenny B., worden zijn muziekinstrumenten tentoongesteld, afkomstig uit de hele wereld en daarnaast een aantal bijzondere objecten uit zijn geboorteland Suriname. Onze verslaggever Floris van Loon sprak met Kenny B. Voor degene die u nog niet kennen, wie bent u precies? Oh, ik ben Kenneth Bron en mijn artiestennaam is Kenny B. En ik maak muziek. Dat is het, ik ben gewoon artiest. Wat voor muziek speelt u precies? Ik maak reggae muziek. Reggae, een beetje mix, hip-hop, van alles. Ik ga op 9 november ben sterk met mijn band in Luxor Live. U hebt vandaag een tentoonstelling geopend. Wat is uw rol precies in dit museum? Ik ben gastconservator, zeg maar. Maar niet echt, dat is de naam die ze eraan hebben gegeven, maar het is aan mij verbonden, zeg maar, museum van Kenny B. En ik heb wat spullen uitgekozen die hier zijn tentoongesteld. Ze stammen uit Afrika. Ze zijn natuurlijk afkomstig uit Afrika, maar deze zijn gemaakt in Suriname. Door mijn voorouders, ik ben zelf ook Maron. Dus ja, deze komen specifiek uit Suriname. Wat is precies de reden dat u hier op Arnhem Centraal een tentoonstelling opent? Waarom het? Ik denk dat het museum zelf voor Arnhem heeft gekozen om het hier te doen, om het hier op te zetten. Voor mij is het speciaal omdat ik hier ook mijn studio heb, waar ik althans mijn muziek opneem. Dus die twee vallen mooi samen.